Nou Koen, ik heb je natuurlijk even gevolgd vanochtend. Ik had echt het idee dat jij het ook zwaar had. Hè? Je leefde zo met haar mee. Ja, nee, ik had het zeker zwaar. Sowieso. Ja, ik kan nu vanuit hieruit niks doen natuurlijk. Weet je. Dus gewoon afwachten. En ik had het heel zwaar. Ja, heel zenuwachtig. Ik voelde me ook niet heel erg lekker. En dit is natuurlijk het moment waar je het op wilt doen. En onze route met elkaar 2 jaar lang, wat we hebben neergezet. En ik ben wel heel trots. We hadden natuurlijk gehoopt wel op meer. En dat zit er ook makkelijk in bij Utah. En ik zie nu een kruising op televisie. Ja, weet je, het zat gewoon niet mee tijdens de rit. Weet je, de eerste kruising dat die Amerikaanse net voorlangs gaat, moet je gelijk naar binnen toe. Weet je, dan komt je lijn niet uit. Ze kon de snelheid niet doortrekken, zie ik ook hier zo. Als je lijn niet uitkomt voor de bocht, dan ga je een foutje maken. En dat gebeurde precies in het midden. Ja. En dan loop je eigenlijk gelijk na die kruising achter de feiten aan, 700 meter lang. Ja, dat is gewoon dat is het verschil tussen goud en zilver. En zo zit jij ook echt te kijken, hè? Ja, natuurlijk. Nou, ik ben natuurlijk een topsporter. En ik ben ook wel gewoon kritisch en ik kijk waar het aan ligt. En ze kan hem gewoon winnen, 100%. Ze heeft de motor, ze heeft de koppen voor en de techniek. Ja, weet je, ze had geen laatste kruising om achter iemand aan te gaan. Soms zit mee, soms zit tegen. En dan loop je vlak na haar wedstrijd loop je even weg. Dan ga je even bellen buiten. Mag ik vragen met wie je dan praat? Nee, Jutta belde mezelf. Wat zei ze? Natuurlijk, even de frustraties uitspreken. Ik bedoel, kijk, ze komt hier gewoon om te winnen. Ze weet dat ze kan winnen. En ze is net zo kritisch ziek als ik. En, wat zei je tegen haar? Nou, ik liet haar even praten. En zij ging gewoon analyseren hoe de race ging en waar het fout is gegaan. Ja, kijk, weet je, ik herken veel van mezelf. Op de manier hoe het haar hele stiekje uitging, dat ging bij mij een soort joke uit. En ik zag hetzelfde woord voorbij komen. Ik denk wel dat zij iets blijer is dan ik. Ik gooide mijn zilveren medaille tegen de muur aan. Ik hoop niet dat zij dat doet. Ik hoop dat ze er wat meer van geniet. Want zij heeft wel echt iets om trots op te zijn. Ik bedoel, wat ik al de hele tijd zeg. Zij is topschaatser moeten zijn met alle druk. De commercie en een bedrijf opzetten. Het team runnen. In coronatijd opzetten. Ja, dat is echt eigenlijk bizar. En ze heeft natuurlijk ook nog die andere kant van zichzelf die ze graag laat zien. De soort van sexy kant. Heb je dat meegekregen dat zelfs de Duitsers zo gek van haar zijn? Holte bij de ijsschnelllauf-WM 2020 gold en 2021 zilver over die 1000 meter. En is in ihrer Heimat Holland een absolute star. Ja, nou ja, natuurlijk, zo wordt er over gesproken. Jutta doet er zelf niet zo heel veel aan hoor. Het is gewoon, in een schaatspak zie je natuurlijk heel veel. Dus dan wordt het al heel gauw als sexy ervaren. En ze ziet er natuurlijk mooi uit. En de social media gaat natuurlijk. En als je goed naar haar pagina kijkt, doet ze alles wat ze gewoon leuk vindt. Ze is zichzelf. Ik bedoel, er staat soms ook zomaar een kookfilmpje tussen. En het gaat weer over de hele wereld wel viral, ja zeker. Dat is mooi om te zien, zeker. Maar ja, weet je, dat komt ook gewoon heel simpel doordat ze gewoon in de afgelopen jaren gewoon grensverleggende dingen laat zien. Ze wordt een wereldkampioen, Europees kampioen, Nederlandse kampioen, ze rijdt wereldrecord laaglandbaan. Ja, ik bedoel, het komt gewoon met winnen erbij en dan de verschijning Utah, dat is een win-win. Tot slot, ze is nu 23, waar eindigt dit allemaal? Nou, ik denk dat Jutta gemotiveerder is dan ooit. En ik denk dat we de komende 4 jaar, 8 jaar, een hele sterke, scherpe Jutta Leerdam zullen zien. Ik hoop op het hoogste treetje. Het moet geen obsessie worden, maar ze wordt nu gehuldigd trouwens, tweede. Dus ik kan alleen maar heel tevreden over haar zijn. Ik ben echt trots.